Ik ben op de servicecours in Zaltbommel om een kledingpakket op te halen. Tering veel, niet normaal. Ik heb echt nog nooit zoveel kleding gehad en nog nooit zoveel goede kleding. Denk ik tenminste, want ik heb nog niet gekeken wat erin zit. Dat ga ik zo doen. Maar kind in de snoepwinkel, we gaan even kijken. Arrow overschoenen, premium ceramic bib short, nog een premium ceramic bib short, een duur woord voor korte broek, sokken, armwarmers, waterafstotend, speedsuit, lange mouwen, handschoentjes. Ik heb al 4 paar handschoenen, thermal leg warmers, daar komt Sjoel met het pakket. Sturik, hij is met live in de uitzending. Oh, een box. Arrow overschoenen, 2 paar. Oh, dit zijn Arrow sokken. Ik dacht overschokken. Oh, wel... Speciaal, dat was jouw idee, want gisteren zijn we nog aan balen dat we die in bee design kleur hebben. Ik hoor niet. Maar dat was jouw idee, hè? Is dit mijn idee? Roadsuit korte mouwen. Fucking Arrow. Koerspetje. Thermal leg warmers. Dat is ook al 2 paar. Nog meer broeken. Een gewone bib short. Een gewone bib short. Ik zeg wel gewoon, maar dit is echt de beste broek die je ooit hebt gezien. Even het verschil tussen die gewone broek en de ceramic. Dit is de ceramic. Die is, dat is echt om mee te koersen. Er zit een stof in die minder snel kapot gaat als je valt. Dus minder schaafwonden. Maar we gaan niet vallen volgend jaar. En dit is de gewone broek. Dus gewone stof. Premium rain jersey longsleeve. Thermal polar tech jacket. Oh, dit is nice. Daar heb ik er 2 van. Dit is nice. Is handig voor de winter. 2 keer lange mouwen thermal jersey. Oh, ik ga het echt nooit meer koud krijgen. De spullen van Jules liggen wel een beetje in de weg. Die neemt nu Herman zichzelf helemaal zot komen. Ik denk tegen het vloeken aan. Premium Arrow jersey. 2 stuks. Hooded zip sweater zip pocket. Nou, die ga ik meteen even aandoen. Swag. Casual sweater, joggingbroek. Joggingbroek, korte joggingbroek. En nog een korte joggingbroek. Windstopper natuurlijk. Agu-regenjas, casual. En een gewone agu-winterjas. Feels like Christmas. Boodschap! Ik ben inmiddels weer thuis. Casually aan het chillen tussen al mijn nieuwe kleren. Nee, ik was het gewoon een beetje aan het uitzoeken voordat het de kast in gaat. Dus via deze weg, Agu, bedankt voor dit zieke grote kledingpakket met echt topkleding. Heel blij mee, een beetje overwhelmed. Ik vind het eigenlijk niet normaal wat we allemaal krijgen. Natuurlijk ook bedankt aan mijn collega's van Beat die keihard hebben gewerkt om de mooie designs mogelijk te maken. Om het logistiek allemaal te regelen. Dat we er weer knap bij fietsen komend jaar. En natuurlijk ook de sponsors die op het shirt staan, zoals Koga, Just Lease... En Dyna Plus. Zoals ik al zei, ik vind het eigenlijk gewoon niet normaal. Ik kijk hier ook wel een beetje als consument naar natuurlijk. Omdat ja, ik heb nooit een kledingpakket gekregen. Ik vind het niet normaal zoals misschien andere jongens bij mij in de ploeg. Of andere jongens bij andere teams het normaal vinden. En achterloos zo'n pakket in de kast leggen. Bijvoorbeeld zo'n jack. Dit Polartec jack. Ik heb net even gekeken op de website van Agu. Die kost €220. Ja, normaal gesproken is dat voor mij een investering die ik doe voor 2-3 jaar. Dat ik even één goed winterjack heb om vooruit te kunnen. Ik ben hier een kledingpakket aan het uitpakken en er zitten er al gewoon meteen 2 in. Ja, dus dat is best wel bizar. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere kleren die erin zitten. Dus dat vertegenwoordigt ook wel een behoorlijke waarde in zo'n kledingpakket. Dat gaat denk ik wel richting de paar duizend euro. Dus dat vind ik ook wel interessant om de komende tijd uit te gaan zoeken. Van hoeveel euro is nou eigenlijk de totale waarde van alle spullen en kleren die ik gesponsord krijg van alle sponsors van Beat. Want dat loopt echt in de duizenden euro's. En ja, dat doet wel wat met mij. Niet alleen dat ik het gewoon heel vet vind om te krijgen. Maar ik voel ook wel natuurlijk een soort van wederkerigheid richting die partners. Van ja, daar wil je wel wat voor terug doen in de vorm van content, in de vorm van prestaties. Whatever. Dus dat vind ik ook een interessante vraag. Wat moet er nou tegenover staan?
En het antwoord daarop heb ik nog niet, maar ik denk wel dat we daarin de lat best wel hoog mogen leggen voor onszelf. Dus dat het niet alleen gaat over vooraan meedoen in de koersen en het shirtje laten zien. Maar dat we als renners ook wel verplicht zijn aan alle partners om op een creatieve en leuke manier die aandacht en die waarde terug te geven. Want alleen als je bijvoorbeeld kijkt wat een influencer of een contentmaker ervoor moet doen om maar een fractie van deze spullen te krijgen, dan heb je het als profielrenner mooi voor elkaar. Zit je echt wel in een luxe positie.